Welkom bij een cursus in wonderen, werkboek les 146. Mijn denkgeest bevat enkel wat ik denk met God. Herhaling les 131. Niemand kan falen die tot de waarheid tracht te komen. Les 132. Ik bevrijd de wereld van al wat ik haar heb toebedacht. Mijn denkgeest bevat enkel wat ik denk met God. Ik werk heel graag met de basisprincipes van NLP. En een van deze basisprincipes is: falen bestaat niet, er is alleen feedback. En hoe mooi sluit dat aan op deze les. Je kunt niet falen. Je maakt in elk moment de beste keuze die je op dat moment kan maken met het bewustzijn wat je op dat moment hebt. En als jij dan handelt op basis van de keuzes die je hebt gemaakt, dan is het resultaat wat je creëert feedback. Niet meer en niet minder. En als het resultaat niet overeenstemt met jouw diepste verlangen, dan maak je opnieuw een keuze, want je kunt in elk moment opnieuw kiezen. Dus falen bestaat niet. Je vindt je weg in het leven door steeds opnieuw te kiezen en te voelen, te ervaren en af te stemmen of het resultaat past bij jouw ware zielsverlangen. Daarom zijn emoties ook zo waardevol, want emoties geven jou de informatie of je ergens blij mee bent, of je ergens energie van krijgt, of dat je er boos, gefrustreerd of wanhopig door wordt en dat het je energie kost. Je lichaam is een prachtig instrument om jou te laten weten wat het effect is van de keuzes die je maakt. En als jij oprecht naar de waarheid wilt komen, dan kun je dus niet falen. Want elk moment dat je niet bij de waarheid bent, geeft jou de mogelijkheid om een nieuwe keuze te maken, net zolang tot je bij die waarheid uitkomt. Het bereiken van de waarheid staat daarmee vast, omdat jouw intenties oprecht zijn. En om tot de waarheid te komen is het belangrijk om steeds jouw patronen en jouw overtuigingen in alle oprechtheid te onderzoeken. En in feite zijn er maar twee keuzes. Een keuze die liefde creëert of een keuze die liefdeloosheid creëert. En hoe meer jij kiest voor liefde in plaats van voor angst en liefdeloosheid, hoe meer jij de wereld bevrijdt van al jouw oordelen, al jouw aannames. Op het moment dat jij stopt met oordelen, stopt met schuld en schaamte en kiest voor liefde in plaats van angst, dan bevrijd jij de wereld. Ongeacht wat jij daarvoor hebt gedacht, in het moment dat je kiest voor oordeelloosheid en liefde, dan bevrijd jij de wereld onmiddellijk. Daar zit geen tijd tussen. Dat is het wonder dat op dat moment plaatsvindt, omdat je de weg vrijmaakt voor wonderen. Door al je oordelen en aannames los te durven laten. En hoe vaker je dit oefent, hoe beter je erin wordt en hoe meer jij de leraar bent van God, de inspiratiebron voor de mensen om je heen. En hoe meer lichtjes er dan gaan stralen, hoe meer de wereld wordt bevrijd. Dus begin met dat lichtje te zijn. Niet oordelen maakt je vrij om te zijn wie je bent. En je nodigt de ander daarmee uit om hetzelfde te doen. Nelson Mandela zei het al. Bij grootse mensen voel je je groots en nooit klein.
En dat is jouw geschenk aan de mensen om je heen. Volg dit voorbeeld van Nelson Mandela. En dan ben jij een inspiratiebron voor de mensen om je heen. En steken we steeds meer lichtjes aan. En gaan er steeds meer mensen geloven in hun grootheid. En dan heb je geen angst, schuld, schaamte meer nodig. Dat is dan overbodig geworden. En dat is de bevrijding en dat is verlichting.